Oh nee, waarschijnlijk gaat... Oh, Ine gaat naar de AC. En sorry, waarom gaat Ine naar de AC? Het is zo'n kutplek. Zal het als Salty of Salty op de AC? Oké, laat maar. Ine gaat naar Disky. Oh nee. Oh, wacht, ik ga hier landen. Oké, even een les. Als je bij Disky landt, landt altijd hier. Kijk, even. Nu kan ik al Ine zo goed van de afstandje schieten. Maar ik ga gelijk dood. Nee, dat ben ik dan. Waarschijnlijk ben jij, als je Fortnite speelt, heel pro. En dan, kijk, zie je, kan nog niet zijn box openen. En dan gaan we nu gewoon iedereen afknallen. Gast van de tijd. Oh man, ik ben echt zo scheef. Ik snap het niet. Echt iedereen klaagt dat control players ben ik trouwens ook. Dat zie je waarschijnlijk allemaal knopjes. Bij eenmaal is, maar ik merk er echt niks van. Volgens mij heb ik niets aanstaan. Hij heeft tactical. Oké, dit is mijn plan. Ik kan niks zien. Maar dat maakt niet uit. Het komt goed. Oké, dit is het plan. Ik kan niks zien. Dat... Dat hoort er helemaal bij. Ik kan hem helaas niet zien. Kan ik... Ik zie. Nee, kut. Gast, ik kan aan het bouwen. Dit is echt dom. Hij weet dat ik hier zit, maar hij schiet gewoon niet. Wat? Hij zat in me? Huh? Oké, dit is eng. Nee! Doe niet! Nee! Oh, kak. Oké, dat was echt de beste potje ooit. Maar het is deel 2 van de les. Hoe overleef je bij Risky? Het is net niet helemaal gelukt, maar dat gaan we nu wel doen, hoop ik. Ja, die guy had een shotgun, dus ja, daar kan ik natuurlijk niks doen. Oké, we gaan weer bij het plekje landen, want niemand landt daar. Je kan gewoon echt mensen echt goed pakken. Er zijn heel veel mensen, of ze gaan allemaal naar de AC of naar Salty. Mensen zijn het ook al, waarom gaat iedereen naar naartoe? Even serieus, even normaal, of niet leuk. Kut op aan de ene kant, overal rustig, maar ik weet niet of dat nou echt per se een voordeel is. Vooral als iemand het ding... Is er nou iemand? Ik dacht even dat er iemand liep. Dat was echt... Oké, jij gaat weg. We hebben gelijk al een betere start. Een veel betere start. We kunnen niet van... Ik zie gelijk iemand lopen daar. Ja, maar dit is perfect. Oké. Hoe kill je iemand in Salty? Oké, mensen, we gaan weer terug naar Risky Reels. We gingen net dood door iemand met een AR en ik had een shotgun. Dat was echt kut. Ik ben echt noob, ik weet het. Maar ik wou even laten zien hoe het niet moet, oké? Het is mijn laatste ding. De laatste keer dat ik het probeer. En ik speel volgens mij duo's, want het was heel raar. Net toen ik dood ging, joinen iemand mijn party die ik helemaal niet ken. En daardoor ging ik automatisch duo's joinen en nu ben ik volgens mij solo tegen duo's. Weet ik niet zeker, maar als het zo is, ja, ik ben natuurlijk zo goed, ik kan echt iedereen killen, dat zag je net ook al, maar dat was natuurlijk expres. Dus we gaan gewoon iedereen kleppen en dan komt het wel goed. Maar ja, ik dacht, ja, het was heel vaag. Maar in ieder geval, ja, die guy die was natuurlijk ook echt gewoon heel noob, dus daarom, oké, we gaan gewoon door. We landen weer bij het plekje, dat natuurlijk elke keer, en dan kregen we hele goede loot uit, jammer dat we verplitsten. Ja, krijgen we een tag uit hoor. Hoppakee, dankjewel. Groen. Oh, oké. Ik kan iedereen van af knallen. En volgens mij is er niemand bij Risky geland. Dat zie ik als een heel groot voordeel, want dat betekent dat wij het 100% overleven. Ja, big brain. Oké. Ja, ik heb trouwens... Als je mijn vorige video's ook hebt gezien,
dan valt het misschien op dat ik geen webcam meer heb. Ja, ik vond het toch niet zo'n goed idee. Het was een beetje stom met die webcam. Het was een beetje slechte kwaliteit camera. Het is gewoon een telefoon. Het was niet echt een camera. Dus ik dacht, ik mag gewoon zonder webcam doen. En ja, iets kortere views maken. Want ik denk, ja, anders is het ook zo langdradig en saai, weet je wel. Ja, het is allemaal kut en allemaal... ja, dat is. Dus even duidelijk uitleg over wat er allemaal is veranderd. Kijk, dit is heel slim. Ik moet zo, als hier nog iemand binnenkomt, heb ik hoogstwaarschijnlijk de kill. Misschien niet, maar ik ga er wel vanuit. Oké, ik heb echt veel minister. Oh, hoop ik zit er een slurpjes in. Beter dan die bennetjes. Het zijn eigenlijk gewoon bennetjes in feite. Oké, ik vind... Oké, ik ga dit is een les over hoe je overleeft bij Risky Reels. Hoe OP de tag is. Zag je voor het potje zeker hoe OP die was. Ja, oké, hij is normaal heel goed. Het is vandaag mini dag. Jee. Oké, er is niemand volgens mij. Ik ga even kijken of... Meestal de mensen daar. Maar we zijn nog niet geschoten. Dus ik denk dat... En iemand... Oké, ik dacht even dat ik iemand doorlopen mag. Ook besloten om, ja, wat meer te knippen. Een beetje de saaie stukjes weg te halen. Weet je wat ik nu doe? Maar ja, nu praat ik. Dus ja, dan moeten jullie de saaie stukjes zien. En de video's iets korter te maken, want anders... Ja, dat heb ik net ook al gezegd, maar ja, anders krijg ik niet langdadige dingen. Ja, dat is een beetje het plan. Ook veel editen. Dat is, maakt hopelijk ook wel een beetje de... Houden ook wel een beetje de pit erin. Dus ja. Probleem is wel, Fortnite sterft uit. Dus ik zal snel een nieuwe game moeten vinden. Maar als ik Minecraft ga spelen, dan krijg ik maar 2 weergaven. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar ja, wat dan wel? Hallo, minis. Ik heb letterlijk... Er was een tijd, waarschijnlijk weten... Veel mensen dat wel, mini, zijn 5 was dat eruit gehad, kon je gewoon 10 minis meenemen. Gewoon 10. Was te OP. Maar ja, helaas kan het niet meer, want anders had ik er zeker 10 gehad. En gewoon neer, dat vind ik ook de hele tijd. Ja, voor de duidelijkheid, normaal zoek ik wel een beetje de actie op, maar ik ga niet naar deze en ik ga niet naar Salty. Want ja, wat ik net ook al gezegd heb, is gewoon kut. Een heel grote plek met allemaal van die henchmen. Oké, bij Salty dan niet, maar alsnog. Ik denk dat het ook wel een beetje ligt dat in de midden van de map is. Dat is natuurlijk... Oh, maar ik wil toch gewoon nog een krukje. Oké, ik heb gewoon heel de ding... Wacht. Big brain. Oké. Nou, hopelijk gaat er nu iemand in komen. Oh. Zou ik op de helikopter afgaan? Ja, ze zijn wel, ze zijn veel minder sterk gemaakt. Niet qua AP, maar als je kan iemand ook door een raam heen schieten. Dat kon eerst niet. Als je gewoon in de helikopter zat, je was bestuurder, dan was je gewoon onhitbaar. Behalve als je echt gewoon achter hem stond en er stond de grond. Maar dat, in zo'n situatie zat je echt bijna nooit. Ik denk dat ik duo, ik weet bijna ben wel zeker dat ik duo speel. Ja, nog, oh shit, ik speel duo's. Oké, jongens, oké, dit is hoe je moet overleven tegen duo's. We gaan het zo easy winnen. Echt niet normaal. Hopelijk kom ik allemaal bots tegen. Lijkt alsof ze gewoon echte spelers zijn. Dan rek ik ze helemaal. Maar ja. Dit is altijd ook wel een druk bezocht plekje. Daar heb je het al. Ik hoor gelijk een enorme knal. Ik denk dat het een boost van de hele helikopter was. Oké. Ze zien me. Les 1. Daar stop je altijd. Ik heb iemand knocked down. Huh? 200 meter? Wat? Gast. Hoe de... Oké. Ik heb gelijk een perfecte titel aan. Echt zo'n clickbait titel. Ja, het is wel... Oh, what the fuck? Oké, dat is echt... Oh, ik weet natuurlijk al... Oh, dat was mijn... Of het was mijn, hoe heet het ding nou? De proximity mine in Risky of bij dat kleine huisje in de AC. Iemand is daar gewoon ingelopen. Oh man, dat is echt ziek. Ik zei, oké, jongens, dit is een echte overlevingsstuk. Zo overleef je het altijd. Nou, oké, ik heb het niet overleefd. Ik heb iemand knocked down. Hij is waarschijnlijk gelijk gerevived. Maar ik heb hem wel knocked down. Ik heb geen kill, maar hij is knocked down. Oké, dat is echt ziek. Ook gewoon
Oh, de 250 meter. Oh, nee, het is geen sniper. Dat is ook gewoon niet met een AR. Als gewoon met een of andere trap. Op zich, ze zijn niet verkeerd, maar de spike trap was beter. Maar nee, dan kan je ook nog niet alsmaar te kijken van, oh, als je ergens inloopt, oh, ik even naar boven kijken. Maar aan de andere kant, wat ik nu heb gedaan, is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Want het doet even veel damage. En volgens mij heb ik, is dat het team wat ik heb gebeet. Want ze, ja, het was daar, het was daar. Het was, oh, iemand is daar gewoon ingelopen. Hoe dom ben je dan? Oh, je zag tot dat was geloot. Oh shit, oh shit. Oké, okay, dat wordt me dood. Nee, nee, dat wordt niet meer dood. Want ik heb net laten zien hoe pro ik ben. Door wat bommetjes te gooien. Hier staan drie dingen. Ja, leuke kerstmuziek. Dus ik lekker de kerst weer. Oh, het is geen kerst meer. Oh. Oké, okay, eigenlijk kon ik die circuit echt veel beter meenemen. Ik denk dat ik al een paar keer ben weggekomen. Echt mijn pickaxe. Ik vind hem leuk eruit zien. Maar hij is gewoon echt... Hij was zo kut lawaai. Oh ja, het is gewoon kut. Zo. Oh. Is het hier een M-box? Oké. Kerstboom laten we staan. Lekker in de kerstwit houden. Ik bedoel. Oké, die kan je gewoon niet weghalen. Schilderij wel. Oh, die kan niet weg. Kom, open. Ach, precies wat ik nodig had. Nu heb ik nog meer kans om te overleven tegen deze stomme duo mensen. Als ik de potje win... Dan wordt het een afgrijzelijk lange video en dat was juist waar ik niet naartoe wil gaan. Dus hopelijk wordt er veel geknipt. Dus ik zie daar mensen. Dit is spannend. Ik ga ze pakken. Met mijn C4's. Dit is hoe je dit wint. Hoe win je Fortnite tegen duo's met een solo? Dat kan ik je vertellen. Nee! Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, jullie hebben gezien hoe goed ik ben. En hoe goed ik heb... Ja, oké. Okay, tot de volgende keer.